hier in Leeuwenstad van alleen. Dat is maar niet. Mag ik u vragen, wat bent u nou precies aan het maken hier? Ik ben hier een maandverbandje aan het naaien, zeg maar. Dit wordt zo dubbel geslagen. En dat wordt weer in een hoesje gemaakt. En dat hoesje dat heeft twee knoopjes aan de onderkant. En dat wordt dan om het kruisje van de onderbroek geslagen. En dit is dus een maandverbandje. En er komt ook nog een ondoorlaatbare laag komt erin. Kan u mij vertellen wat u precies aan het maken bent? Ja, ik ben bezig om tasjes te maken. Zodat de meisjes hun spulletjes daarin kunnen doen. Als ze naar school gaan. Voor hun maandelijkse periode, zeg maar. Dus fleurige tasjes. We zijn in het huis van Lydia met een groep dames. En wij maken met elkaar kits voor Days for Girls. En die zijn bestemd voor projecten in Tanzania, in Matamba. Juist, en dat is een heel speciaal project, hè? Kan je iets meer over dat project vertellen? Ja, het is een project wat wij al een jaar of 10, 12 ondersteunen. Onder andere een project voor weeskinderen. En toen we daarmee begonnen waren die meisjes, het zijn jongens en meisjes die we hebben. Die meisjes waren klein, lagere schoolleeftijd, 5, 6 jaar zijn we begonnen. Maar die meisjes worden natuurlijk steeds groter. En in hun maandelijkse periode was het vaak zo dat ze niet naar school konden, omdat er geen hygiënische middelen waren. Gelukkig hadden wij een sponsor die dat wilde betalen een tijdje. Maar toen dat ophield, hadden we toch een probleem. En toen hebben we gekeken naar een alternatief. En dat hebben we gevonden hier bij Days for Girls. Dat is een wereldwijd project. En wij maken dus vandaag met deze dames tasjes. En dat zijn hele grappige, leuke tasjes. Fleurig ook. En daar komt alternatief maandverband in. En dat maandverband is wasbaar en duurzaam. Er komt wat ondergoed in, een stukje zeep, washandjes. En daar gaan we de dames daar blij mee maken. En dan kunnen ze toch naar school. En de kinderen, en ze kunnen dus naar school. En degenen die al werken, kunnen naar het werk. En wat we ook doen op het moment dat wij ze dus uitdelen, gaan we ook voorlichting geven. Er is een speciaal handboek. En ik ga daar ook een training voor volgen om de meisjes voor te lichten nou, wat er eigenlijk nou in hun lichaam gebeurt één keer in de maand. Zodat het ook veiliger is. Dat het veiliger is, ja. En die spullen, gaan jullie die daar naartoe brengen of hoe gaat dat? Nou, we hebben het idee om het deze keer per luchtvracht te verzenden. Dus de spullen zijn, we gaan 50 tasjes maken, dus dat is een paar dozen vol. Die gaan we daar naartoe sturen en dan op het moment dat wij er zelf naartoe gaan op werkbezoek, zo gauw dat weer kan, dan gaan we ze persoonlijk uitdelen en ook de voorlichting geven. Dat is het idee. Dankjewel. Graag gedaan. Succes vanmiddag. Dankjewel.